Oké, laten we samen bidden. Ja, Vader, we hebben gezongen, we leggen ons en onze dromen bij u neer, Heer. En we weten dat dit eigenlijk alleen mogelijk is als uw Heilige Geest ons daarbij helpt. En om uw hulp bidden we nu. We bidden voor onze broeder Jan. Wilt u hem zegenen met kracht van uw geest, zodat hij de woorden kan uitrichten, de woorden die u ons gegeven hebt in de Bijbel, die veel dieper is, die veel hoger is en die veel breder is dan wij ooit kunnen beseffen. Wilt u ons harten geven die bereid zijn te luisteren en uw woord op te nemen? Wilt u broeder Jan zegenen in het woord dat hij ons brengt? We danken u in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, Max. Goedemorgen, allegaar. Heel fijn dat ik na een periode hier weer voor mag gaan bij jullie. En dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Max heeft natuurlijk ook al welkom uitgesproken. En ook degene die via de livestream met ons verbonden is. Het is dat mooi dat we mogen weten op verschillende wijzen dat we met elkaar verbonden zijn. Maar wat het zo mooi maakt is dat of je nu thuis bent of dat je hier bent, we zijn één in de Heer Jezus Christus. Hij is onze Heer. Hij is onze Redder. Ik leg even de Bijbel hier neer. Dan pak ik dat dingetje even weg. Zo. En we mogen in afhankelijkheid van hem hier samen zijn. We mogen zijn woord weer openen. En zo heten we elkaar welkom, maar er zijn ook nog twee namen die wil ik even noemen. Die wil ik even een beetje bijzonder welkom heten. En de eerste is Sjoerd, Sjoerd Opperwal. Ik ken hem al van jongs af aan, want Sjoerd is een broer van Brechtje. En Brechtje haar ouders en Sjoerd haar ouders, dat waren, die noemden wij oom en tante. Dus mijn ouders en hun ouders waren al vrienden toen wij nog heel jong waren. Dus zo, Sjoerd, wat hebben we veel met elkaar opgetrokken en veel samen meegemaakt. Het was mooi dat je vanmorgen hier bent en dat we open mogen staan voor datgene wat God ons te zeggen heeft. En ik wens je ook bijzonder een zegen samen zijn. Dat je bemoedigd mag worden en dat je iets mee mag nemen. En de tweede is mijn eigen zoon, Jan Willem. Die is vanmorgen in ons midden. En dat is niet zomaar, want hij woont in Rio de Janeiro. Dat is echt een heel eind weg. We hebben hem bijna 2 jaar niet gezien en nu is hij een maand in Nederland en vanmorgen is hij met mij mee en zit hij hier in de samenkomst. En ja, Willem, ik vind het super fijn dat jij vanmorgen ook mee bent, dat je ook onder het gehoor bent. En ik wens jou ook toe dat je iets kostbaars mee mag nemen uit dit samen zijn. En zo mogen we openstaan voor wat God tot ons te zeggen heeft. En toen ik net daar zat, ik had me dat nog niet van tevoren gerealiseerd, toen dacht ik van, gezien het thema, werd ik even in mijn gedachten bepaald bij de tekst uit Johannes 13, vers 34. Daar zegt Jezus tegen de discipelen, een nieuw gebod geef ik jullie, zegt hij dan. Dat is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik, zegt Jezus, jullie heb lief gehad. Nou, het thema vanmorgen is ultieme liefde. En ik denk dat dat dichtbij dat nieuwe gebod van Jezus komt. Om op die manier lief te hebben. Met elkaar gaan we lezen uit Genesis 22, de verzen 1 tot en met 14. En als we dat met elkaar lezen, kan ik me voorstellen dat jullie niet in de eerste plaats denken aan ultieme liefde. Maar gedurende de verkondiging zul je erachter komen dat het er alles mee te maken heeft. Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister. Antwoordde Abraham, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ik zelf ga met die jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.
Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac, nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast, legde hem op het altaar op het hout. En toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier, offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover deze schriftlezing. Wat een verhaal hebben we gelezen. Wat een opdracht krijgt Abraham van God. Een onmogelijke opdracht toch. Wat kan God nu voor hebben met deze opdracht? Dit lijkt toch in te gaan tegen alles waar God voor staat. Wat moet Abraham met deze opdracht? En als we het leven van Abraham dan in ogenschouw nemen, dan zien we dat het vertrouwen van hem in God niet zomaar tot stand is gekomen. Er is best wel wat gebeurd. Weliswaar vertrouwde Abraham op God toen hij uit Ur der Chaldeeën geroepen werd en hij ging op weg naar het beloofde land. Maar tot twee keer toe vluchtte hij naar Egypte zonder met God te overleggen. Tot twee keer toe vertelde hij de halve waarheid door te zeggen dat Sara zijn zuster was. Hij vermeldde er niet bij dat ze ook zijn vrouw was. En hij deed dat omdat hij bang was dat Sara, die een hele mooie vrouw was, wellicht door de farao gewenst zou worden en dat hij dan een kopje kleiner gemaakt zou worden. Zo zien we dus dat Abraham wel ook zijn eigen weg ging. En omdat Abraham niet genoeg vertrouwen had in God, want God had hem en Sara een zoon beloofd. Maar het duurde zo lang. En toen leek het hen beiden goed toe dat Hagar een kind zou baren in de plaats van Sara. Zo is Ismaël geboren uit een buitenechtelijke relatie. En Ismaël is de vader, of uit Ismaël zijn de nakomelingen, kun je zeggen, zijn de Arabieren. En de nakomelingen van Isaac, dat zijn de Joden. En wat een strijd heeft dat tot de dag van vandaag opgeleverd. We weten dus, we zien dat het vertrouwen van Abraham op God niet altijd even vanzelfsprekend is geweest. Maar met vallen en opstaan leert Abraham dat God te vertrouwen is. We mogen ons bedenken dat het Abraham ook niet gemakkelijk gemaakt werd. Want hij kreeg de opdracht, of de belofte, dat ze een eigen zoon zouden krijgen. Maar 25 jaar lang gebeurde er niets. Sara werd niet in verwachting. Ze was al voorbij de overgang en nog was de belofte niet ingevuld. Dus dat is ook niet eenvoudig. Sara wordt pas zwanger van Isaac wanneer ze normaal gesproken niet meer zwanger kan worden. En dan wordt Isaac geboren, de lang beloofde zoon. De zoon van Abraham en Sara, de erfgenaam. Isaac is de vervulling van een 25 jaar lang gekoesterde droom. Isaac was een godsgeschenk. Isaac was de beloofde zoon. Isaac was de geliefde zoon. En Isaac was zijn enige erfgenaam. Van Isaac hing het nageslacht van Abraham af. Maar in Isaac zouden ook al de geslachten van de aarde gezegend worden. Isaac was de hoop van de wereld. Isaac was de toekomst.
En dan, opeens lijken al die beloften op losse schroeven te komen te staan. Dan krijgt Abraham die opdracht om zijn zoon te offeren. Voor de tweede keer wordt Abraham geconfronteerd met de pijn van een naderend afscheid. Want hij heeft al afscheid moeten nemen van Ismaël. Omdat dat niet de beloofde zoon was, had God hem gezegd dat hij Ismaël met Hagar weg moest sturen. God zou met Ismaël zijn eigen weg gaan. Dat afscheid is dus al definitief geworden. En nu moet hij ook afscheid nemen van zijn enige en nog jongste zoon Isaac. Dit offer is menselijk gesproken nog groter, want hij heeft alleen Isaac nog. En dan hebben we het verhaal gelezen van Abraham. Het lijkt ons bijna onmogelijk toe, maar wat lazen wij? De volgende morgen zadelde hij zijn ezel. Abraham is gigantisch gegroeid in zijn vertrouwen op God, in zijn liefde voor God. En hij is bereid God te gehoorzamen, zelfs als hij helemaal niks van deze opdracht snapt. Hij wil doen wat God zegt. En veel verderop in de Bijbel, in de Hebreeënbrief, krijgen we verklaring voor de handelwijze van God. Daar krijgen onze vragen een antwoord. Er staat dan in Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door zijn grote geloof was Abraham bereid zijn enige zoon Isaac te offeren. God had hem nakomelingen beloofd en tegen hem gezegd, alleen de kinderen van Isaac gelden later als jouw echte nakomelingen. Maar God wilde zien hoe groot Abrahams geloof was. Daarom moest hij Isaac offeren. En dan gaat het verder, Abraham gehoorzaamde God. Want hij dacht, God kan Isaac weer uit de dood terughalen. En dat gebeurde eigenlijk ook. Zo liet God al zien wat er later zou gebeuren met Jezus Christus. Uit deze passage blijkt dat Abraham bedacht heeft dat God almachtig is. Dat God Isaac weer uit de dood terug zou kunnen geven. Uit deze passage blijkt ook dat God Abraham op de proef wilde stellen. Hoe groot was het geloof van Abraham nu? Vertrouwde hij hem echt? Maar tegelijkertijd is dit verhaal een profetisch vergezicht. In een andere vertaling staat dat deze gebeurtenis een voorafbeelding is. Een voorafbeelding is een vooraankondiging, is een voorspelling. Een aankondiging van iets dat in de toekomst gaat gebeuren. In dit verhaal wordt het plaatje geschetst van een andere vader en zoon. Van God de Vader en Jezus zijn Zoon. Die opgeofferd wordt. God wilde in dit verhaal al laten zien wat in de toekomst met Jezus zou gebeuren. En op de berg Moria, waar Abraham Isaac moest offeren, heeft Salomo later de tempel gebouwd. En daar zijn nog duizenden offers gebracht. En al die offers wezen heen naar dat ene offer wat veel later zou komen op de berg Golgotha. Op steenworp afstand van de berg Moria. Ze wezen heen naar het offer van Jezus de Christus, de Zoon van de levende God, die daar stierf voor onze zonden. Wat God van Abraham vroeg, maar hem uiteindelijk niet toestond te doen, heeft hij zo'n 2000 jaar later zelf wel gedaan. Zijn eigen zoon offeren. En Jezus, hij was net als Isaac de lang beloofde zoon, die ook op een bovennatuurlijke wijze geboren werd. God was het, hij greep in de geschiedenis van ons mensen in. Hij zond de Messias, die al eeuwenlang van tevoren in de Bijbel aangekondigd was. Jezus, de enige en geliefde zoon van God. En dan hebben we gelezen dat Isaac het hout op zijn rug droeg. Wel, Jezus droeg het hout, het kruis, letterlijk en figuurlijk. Toen Isaac aan zijn vader vroeg waar het brandoffer was, antwoordde Abraham heel profetisch dat God er zelf in zou voorzien. Johannes 1 vers 29 lezen we, daar staat dan, de volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Jezus naar zich toe komen en hij zei,
daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Bij Abraham heeft God voorzien, doordat er plotseling een ram in de struiken vastzat. Voor ons heeft God voorzien door zijn enige zoon te geven. Jezus stierf wel. Daar stierf een zoon. En de vader hield meer van hem dan enig aardse vader van zijn zoon zou kunnen houden. Wat een verdriet, wat een pijn in het hart van God. Abraham heeft 3 dagen rondgelopen met de gedachte dat zijn zoon geofferd moest worden. God heeft eeuwenlang met de gedachte geleefd dat er een moment zou komen in de geschiedenis dat hij zijn enige zoon zou offeren. En zowel Abraham als God waren vastberaden om die opdracht uit te voeren. En er wordt in Genesis tot 2 keer toe vermeld dat vader en zoon samen verder gingen. In de NBG staat het op deze wijze. Zo gingen die beiden tezamen. Dat zegt nog net iets meer dan dat ze samen verder gingen. Ze gingen tezamen. Er was een goede verstandhouding tussen de vader en de zoon. Ze gaven veel om elkaar. Ze vertrouwden elkaar. Er was een relatie. Een wederkerige liefde. Wel datzelfde geldt voor God de Vader en zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. Isaac, hij liet zich gewillig, vrijwillig offeren aan het kruis. Nee, niet aan het kruis, op het altaar wat Abraham gemaakt had. Isaac was zo rond de 30, denkt menig bijbelgeleerde in die tijd. En wellicht als hij zich verzet had, zou hij zijn vader de baas geweest zijn. Maar hij deed dat niet. Waarom niet? Hij vertrouwde zijn vader. Hij gaf zich over aan zijn vader, omdat hij wist, mijn vader heeft het beste met me voor. En ook Jezus heeft geen moment getwijfeld aan de liefde van zijn vader. Hij vertrouwde zijn vader volkomen. En Jezus was gekomen om de wil van zijn vader uit te voeren. Dat staat zo mooi in Hebreeën 10, vers 7. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol van mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. En net als Isaac liet Jezus zich gewillig, vrijwillig vastbinden aan het kruis. Hij werd vastgespijkerd aan handen en voeten op het vloekhout van het kruis. Dan kunnen we zeggen dat het offer dat Abraham moest brengen, ging tot aan de grens. Maar het offer wat Jezus Christus gebracht heeft, ging over de grens heen. Hij is gestorven, begraven. Jezus liet zich offeren. Waarom? Omdat wij Gods leefregels hadden overtreden. Daar stond de doodstraf op. En wij, jij en ik, wij hebben de doodstraf niet gekregen, maar hij, de zoon van de levende God. Jezus wist heel goed dat zijn vader niet op het laatste moment in zou grijpen. Dat de vader hem zelfs voor een tijdje alleen zou laten. Want God kon het niet aanzien dat Jezus alle liefdeloosheid, alle zedeloosheid, alle boosheid van ons mensen op zijn schouders droeg. Aan het kruis was Jezus een vervloekte. En God kon niet in zijn nabijheid zijn. En zo stierf Jezus daar geheel verlaten en alleen de kruisdood voor ons. Plaatsvervanger is hij geweest voor jou en voor mij. Hij stierf, zodat wij zouden leven. In Hebreeën 11 lazen we dat Abraham dacht dat God Isaac uit de dood terug zou kunnen geven. En voor Abraham gold het. Was het net alsof hij Isaac teruggekregen had, omdat hij al afscheid had genomen? Dan wordt ook hier weer verwezen naar de Heer Jezus. Die is uit de dood opgestaan. Hij is gestorven, maar hij is niet dood gebleven. Gods kracht wekte hem op uit de dood. Jezus leeft. Waarom heeft God aan Abraham gevraagd zijn zoon te offeren? Om ons. Het is een profetische gebeurtenis.
Het is een voorbeeld van wat God later zelf in de praktijk zou brengen. En dat voorbeeld vinden we dus al in Genesis 22. En zo is dit verhaal het evangelie in het Oude Testament. Het is in de Bijbel gekomen dat alle generaties na Abraham daarin al iets zouden zien van de liefde van God. Dat hij zijn enige zoon gaf. Al die pijn heeft God ervoor over gehad om ons vrij te kopen, te verlossen van onze schuld, van onze zonde. En daarom mogen we bij het lezen van Genesis 22 herinnerd worden aan die liefde. Liefde die tot het uiterste gaat. Omwille van de ander, omwille van ons. Zo groot is onze God. En we gaan kijken naar een DVD-clip, Ultieme Liefde.
word je stil van als je zo'n filmpje ziet. En ook als je bedenkt in welke situatie wij nu al anderhalf jaar leven met de corona. Wat komt het dan dichtbij? Wat is het herkenbaar? En dan kunnen we ons de vraag stellen, stel dat wanneer ik mijn leven geef, of een van jullie, dat dan de corona de wereld uit zou zijn. Dat dan niemand meer corona heeft. Zou ik dan mijn leven geven? Of zou jij dat doen? Jezus deed het wel. De wereld was besmet met het zondevirus tot in de verste uithoek. En hij kwam en hij gaf zijn leven. Om dat zondevirus weg te nemen. Om ons daaruit te redden. Om ons daarvan te genezen. Hij gaf zijn bloed. Is dat zo mooi? Johannes 3, vers 16. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is de vervulling van een eeuwenlang gekoesterde droom. Jezus is de vervulling van de Bijbelse belofte. Jezus is het Godsgeschenk. Hij is de beloofde zoon. Jezus is de geliefde zoon. En Jezus is de enige erfgenaam. En in Jezus zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Zo is Jezus de hoop van de wereld. Zo is Jezus de toekomst. Gods liefde voor ons is zo groot dat hij het liefste wat hij had opgeofferd heeft. God als liefhebbende vader ging tot het uiterste voor ons. En Jezus, de Zoon van God, ging eveneens tot het uiterste in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij koos voor de dood uit liefde, om ons een gelukkig en altijd durend leven te geven. Dan lees ik nog een keer Johannes 3, vers 16. Vul ik mijn eigen naam in. Want God had Jan zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, dat Jan die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En op de beamer verschijnt de tekst nu. En dan zie je dat er puntjes zijn. God had de wereld, daar hebben we puntje, puntje, puntje staan. En verderop nog een keer. Ik zou graag willen dat we met elkaar deze tekst oplezen. En dat jij je eigen naam invult. Want God had Jan zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat Jan, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zullen we het nog één keer doen? En als het kan, wil ik jullie stem wat beter horen. Want God had Jan zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat Jan, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. De liefde van God, de liefde van Jezus, zijn een onvoorwaardelijke, een onbaatzuchtige en een opofferende liefde. Ultieme liefde. God, onze God en Vader, wat een onbeschrijfelijke liefde hebt u aan de dag gelegd door het kostbaarste wat u had niet bij u te houden, maar te geven. Om ons te redden. Om ervoor te zorgen dat we weer bij u uit kunnen komen. Dat de weg naar u weer open is. Heer, wij konden het niet. Maar u deed het, Heer Jezus. U gaf uw leven. We danken u tot het diepst van ons hart. En dan beseffen we, Vader, dat we vaak niet voldoende doorhebben, ons niet voldoende realiseren hoe groot uw offer was. Wat het u gekost heeft. En we moeten het u belijden dat we het te gemakkelijk accepteren, veelal. Wilt u ons besef geven van wat het u gekost heeft, opdat onze dankbaarheid naar u toeneemt. Dat u een grotere plek in ons leven krijgt. Dat u het belangrijkste bent in ons leven. Vandaag en morgen en iedere dag opnieuw. En als het zo is dat we afgedwaald zijn, dan zegt u ook, we mogen altijd weer opnieuw terugkomen bij u. Nu willen we tegen u zeggen, Heer, hier zijn we.
We geven ons aan u, we vertrouwen ons aan u toe. En doe uw wil in ons leven. En Heer, vernieuw het weer. Dat we opnieuw vanuit die liefde voor u leven. Dat we gepassioneerd zijn voor u. En als het zo is dat je Jezus nog nooit toegelaten hebt in je hart. Maar je wilt dat wel graag, dan mag je het hem gewoon vragen. Mag je gewoon tegen hem zeggen, Jezus, ik geloof in u. U stierf ook voor mij. Kom in mijn hart. En hij zal binnenkomen. Zo mag je jezelf aan hem toevertrouwen. Geloof in Jezus. Dan danken we u, Vader, dat u nog altijd met uw armen wijd open staat. Dat u om ons geeft. Dat u ieder van ons kent en ziet. Hier in dit gebouw, maar ook op de plek waar we met deze dienst verbonden zijn middels de livestream. Dank dat u ons kent. Dank voor uw trouw, voor uw belofte, voor uw liefde. Ultieme liefde. Amen.